en Houkje. En dit is Koken, Koken, Koken met Sjoukje en Houkje. Vandaag gaan we leren hoe je eten moet bewaren. Dat is heel belangrijk. Er is zo vaak hongersnood. Als de oogst mislukt is, oh, gebeurt zo vaak. Als er een overstroming is, is alle graan verrot. Alle koeien verdronken. En wat doen we bij honger? Nou, dan gaan we de poes opeten. Of de hond. En dan eten de mensen gras en muizen en ratten. Of mensenvlees. Je kunt gewoon elkaar opeten. Ja, als er niets meer is, dan kan je elkaar opeten. Dus, wat moeten we doen? Eten bewaren. Tijdens de vette jaren moet je vooruitdenken. We hebben geen vriesvak en geen conservenblik. Maar we kunnen onze groenten inleggen met zuur. Kijk, bijvoorbeeld deze kool. Zuurkool! En vis kun je zouten. Dan blijft het lekker lang goed. Lekker opzouten. En vlees lekker laten drogen in de zon. Blijft het langer goed, langer houdbaar. En gerookte zalm. Lekker lang roken boven een vuurtje. Bramen, frambozen, appels. We maken er jam van. We doen er suiker bij. En dan lekker inmaken. Melk bederft zo snel. Maar als je er boter of kaas van maakt, dan blijft die goed. Kijk maar. En de allerrijkste, die hebben een ijskelder met grote brokken ijs uit de vijver. Daar kun je dingen in bewaren. Maar ja, die hebben wij niet. Maar wie wat bewaart, die heeft wat. Ja, en dan hoef je elkaar ook niet meer op te eten. Sjoukje. Oh nee, ook met een heel klein hapje. Nou, niet doen, niet doen. Geintje. Dit was Koken met Sjoukje en Houkje. Doei, doei. Toch jammer dat we geen kinderen hebben. Hè? Wat doe zo? Nee, dan konden we die opeten tijdens een hongersnood. Ja, dat is waar. Dan moeten we elkaar maar opeten.